Dat ik denk dat ik me nog verder kan ontwikkelen hier. En wat ik net al zei, ik heb een heel warm gevoel bij de club. Dus ik zit hier gewoon op mijn plek. Zo simpel is het? Zo simpel is het, ja. Eigenlijk wel. Want volgens mij werd er ook alweer een beetje vanuit het buitenland naar jou gehengeld. Dat klopt. Ik heb wel weer aanbiedingen gehad. Maar nee, mijn keuze stond vast. Vrij snel al. En wat wil je? Nou, het seizoen is natuurlijk nog in volle gang. Dus ergens ook al een beetje raar om dan alweer vooruit te kijken. Maar wat zijn jouw verdere ambities? Qua wat? Qua seizoen? Oh, wat je bij de Blue Army verder wilt. Nou ja, ik wil me eerst focussen nog op dit seizoen en het landskampioenschap ook nog pakken. Daar focus ik me eerst op nu. Dat warme gevoel, hè, wat je meemaakt, waar komt dat vooral uit voor, denk je? Hoe ervaar je dat? Nou, ik denk dat de mensen hier heel gemoedelijk zijn en er wordt veel voor de spelers gedaan ook. Dus ik denk dat daar wel dat warme gevoel vandaan komt. En is dat ook de reden waarom jij als speler na een voorzichtig begin toch enorm tot ontwikkeling bent gekomen? Ja, denk ik wel. De club geeft me veel vertrouwen. Arjan geeft me veel vertrouwen. Dus dat heeft me zeker geholpen om weer verder te ontwikkelen en beter te worden.